heb trouwens ook een diefstalletje gepleegd. Kijk, dit zijn vrijkaartjes. Dus ja, ik geef vrijkaarten weg voor de Valkenier, jongens. No coaster is too fast for him. No freefall is too high for him. No joyride is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the white specialist. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier bij Extreme Bites. We gaan vandaag weer een reviewtje maken en ditmaal van de Valkenier in Valkenburg. Ik ben hier eens een keertje eerder geweest. Toen waren de kinderen 2 jaar, dus dat is echt zo'n 6-7 jaar terug. En we verveelden ons vandaag, we wilden ergens naartoe. Dus we dachten, kom, we rijden weer eens even naar de Valkenier toe. Want inmiddels hebben ze toch een paar dingen veranderd hier. Ik laat jullie gewoon een parkje vandaag weer even zien. En dit wordt ons speelterrein voor vandaag, dames en heren. Ja! Zoals gezegd had ik natuurlijk al een review van dit parkje. Daarin ga ik dieper in de geschiedenis van dit park. Als je daarin geïnteresseerd in bent, dan kun je die video bekijken. In deze video zullen we voornamelijk de veranderingen doen ten opzichte van 7 jaar geleden. En dat is dus bijvoorbeeld de surfing. Want eerst stond daar de Dancing Queen. Dat was een super around, die is dus weg. En nu staat de surfing daar. Van de Nederlandse kermis komt die. Zo, we gaan nou even een rondje doen, hè, de surfing. En dit was hem ook meteen. Harder dan dit gaat hij niet. Op de kermis zou je met deze snelheid in- en uitstappen. Ik vind dat zonde hoor, dan koop je zo'n attractie als dit en dit soort attracties horen snel te gaan. En dan lijkt het zo langzaam draaien, want eigenlijk is het nou gewoon een kinderdraaimolen en meer is het niet. Dan zeggen ze wel eens, ja voor de kinderen gaat hij dan te snel, maar kinderen willen juist snel. Hey, we stoppen al. Dit was het al, dames en heren. De surfing hier in de Valkenier. Dat hij niet zo snel gaat, heb ik me laten vertellen hier in het park. Heeft ook een reden wat betrekking tot de keuringsinstanties. Als je zo langzaam laat rijden zoals deze, dan mag je al vanaf 1,20 meter zelfstandig erin in het klooster. 1 meter ja, met begeleiding. Blijf je de pak op zijn kant gaan, dat hij heel snel gaat zoals op de kermis, dan is het zeg maar gewoon 1,20 meter en dan niks onder begeleiding. En misschien zelfs 1,30 meter. Dus hij wordt ook gekeurd op deze snelheid. En dat is ook een van de redenen waarom hij niet zo snel rijdt. Want dan kun je meer ja, gezin erin laten. Want dit park richt zich toch zeg maar tot 12 jaar. Dus je kunt wel heel snel laten draaien. En voor ja, mensen als ik dat is toch jammer. Maar dan sluit je ook een heel groot gedeelte van je bezoekers sluit je dan uit. En dat is dus de reden waarom hij niet zo snel draait. Het reuzenrekje staat er ook nog steeds, dames en heren. Dit treintje rijdt ook nog steeds. Dit treintje rijdt door Valkenburg heen. Ze hebben blijkbaar ook een nieuw achtbaantje gekocht. Zo'n Big Apple achtbaantje. En voor zo'n parkje als deze is dat gewoon echt ideaal, zo'n baantje. Dit is al een hele goede aankoop geweest van ze. Je ziet het ook op de... Dat is dat. Heerlijk. Hij ziet ook op de kermis hoe populair deze achtbaantjes zijn. Zo, de kermis ook niet meer weg te slaan. Waar denk je wat op de kermis staat? Hier hoort ze natuurlijk veel te weinig. Dus we gaan nog een keer. Ach, liever zo niemand dan een stuk chagrijn, laten we eerlijk zijn. Nou, ze hebben toch een draaimolentje gekocht, die miste ik de laatste keer. Dat kan ik me nog herinneren. Ze hadden ze van alles, behalve een draaimolen voor de allerkleinste.
Maar hij draait net zo snel als de serving. Het is wel een mooi carouseltje, moet ik zeggen hoor. Kijk maar naar bovenin. Belichting die er al allemaal op zit. Wel echt een kermisstijl. Onderaan een mooi veldje als afwerking. Dat is een mooi carouselletje dit. Als kermisfanaat zie ik dit soort dingen graag. Hè. Ook de serving is nog helemaal in kermisstijl. Vind ik mooi om te zien hoor. De echte pretparkfanaten zien liever thematisering. Maar laten we eerlijk zijn, we staan in de Valkenier, niet in de Efteling. Dus als je dan zo'n achtbaantje als dat pakt, ja, er zit totaal geen thematisering op. Zie ik liever dit zoals die carousel, gewoon echt mooie kermisdecoratie. Over decoratie gesproken, dames en heren. De Safari Ride is best een hele lange buggybaan. En met best nog leuke thematisering voor een park zoals de Valkenier. Laten we eerlijk zijn, als we die van Hellenorm pakken, die is niet zo goed gethematiseerd als deze. En als je die van Drouwende Zand pakt, die is veel korter dan deze. Het is wel een heel mooi buggybaan voor een park als Valkenier. Ik heb Bouter Speelland, dus een kids playhouse binnen. En dan vinden we hier nog steeds de autoscooters, de botsautootjes. Ik ga een rondje maken met mijn kinderen en de vrouw. Ja, ja! Hoppa! Papa, je been! Je been gaat even hier rustieren. Kijk! Ja! Neem maar een hapje hoor. Hij is erg lekker. Sprookjesboom met de zeven dwergen. Sneeuwwitje een hapje genomen of ze zakt ineen. Ja, daar lig je nou, afschuwelijk wicht. Ik geloof dat dit nog de enigste handgeremde achtbaan is van Nederland. Ach, wat leuk. Ze hebben nog een spookhuisje hier. Ik zal eens even een onrideje maken van dat ding hier. Thank you.
vind ik altijd wel heel bijzonder aan de Halkenier, een gehandicapte speeltuin. Deze speeltuin is dus speciaal ontworpen voor minder verliefde kindjes. Andere kinderen kunnen natuurlijk hier ook gewoon in spelen. Kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, zouden in een van die schommels achter mij kunnen gaan zitten. In plaats van de normale schommels die je normaal in de speeltuin hebt. En zo kunnen dat soort kinderen dus ook gewoon genieten van de speeltuin. Het tuinhuisje gewoon omgetoverd tot sprookje. Grappig. Nou, het lijkt toch wel een beetje op de Efteling. Je moet niet vergelijken met de Efteling, maar het begint hier toch wel een beetje op de Efteling te lijken. Dit bootje is dan wel weer leuk gethematiseerd, dames en heren. Schipper als echt piraat bekleed. En het bootje ziet er best leuk uit. En dat bootje vaart hier rondjes over het meer, gewoon tussen de waterfietsen. Want de waterfietsen die fietsen daar, die trouwens ook gewoon leuk gedecoreerd zijn. Want eerder hadden ze hier zwanen. Maar die hebben ze weggehaald voor deze waterfiets, omdat je hier 4 personen per bootje mee kan nemen. En in zwanen maar 2 personen. Ik vind op zich de waterfietsen leuk gethematiseerd, zoals autootje. Wel een beetje jammer dat het alleen niet past bij de rest van de thematisering. Zeg maar. Vooraan heb je dus bankjes in de vorm van zwanen en bloempotten in de vorm van zwanen. En het piratenbootje past ook nog wel bij zwanen, zeg maar. Maar ja, deze autootjes. Met totaal andere stijl. Maar wat ik zeg, op zich best leuke waterfietsjes. Ah, wat leuk. Waterglijbaantje. Cobra, die gaan we eens even doen. Op dit baantje hou je nog redelijke airtime. Dus we lopen even naar boven, gaan even glijden. Het is wel mooi, we zitten in coronatijd. Hij poetst elke band netjes schoon, de medewerker. Want ja, corona, ondertussen gaan we met z'n allen aan de reling. Hey, twee, hop! Allee! Kijk op de airtime kunnen krijgen. Airtime! Hey, jawel! 2 keer zelfs! Raak hem! Oh, net niet. Ah, jammer. De laatste keer toen ik hier was, stond hier nog de Astroliner. Je weet, zo'n raketje met een filmpje erin, maar die is weggehaald. Wat verder ook nieuw is, is het piratenpad. En dat is een blote voetenpad. Je zou hier dus met blote voeten kunnen lopen. Je kunt je schoenen kun je uittrekken, die kan je hier neerzetten. En dan moet je verder op je blote voeten over dit pad heen lopen. Het is dus de bedoeling dat je met je blote voeten hier door het water heen loopt zo. En dan kan je hier gebruik maken van al die klimtoestellen. Ik denk dat je het beste zo kan omschrijven. Overal ligt lekker zand, dus dan loop je met je voeten door het zachte zand heen. Nou, hier kan je bijvoorbeeld opklimmen en dan kun je naar beneden glijden. Dit is gewoon een compleet parcours. Ook hier hebben ze wat met water gemaakt. Een soort evenwichtsbalk midden op het watermoeras. En dan loop je zo door helemaal naar boven. Dit zijn de watervallen van Valkenburg. Wisten jullie niet hè, dat Valkenburg watervallen had? Nou, hier zijn ze. En dan loop je zo terug. Hier kan je nog limbo dansen zo. En dan kom je zo weer bij de uitgang uit. Nou, als je dus klaar bent, was je je voetjes hier. Hier gewoon top aanzetten, je voeten afspoelen. Verder je schoentjes aantrekken en je kunt weer verder genieten van het attractiepark. Ik vind het een bijzondere attractie. Nou, ze hebben aan deze kant nog meer dingen gebouwd. Ze hebben een gloednieuwe speeltuin aangelegd. Ook als thema piraten en dit heet dan Pirateneiland. Een happe zand met een paar grote speeltoestellen erop. Onder kabelbanen en een hele fort zie ik zelfs. Dus als je een dagje naar de Valkenier gaat, hoef je niet alleen de mechanische attracties te doen. Je kunt ook gewoon nog lekker spelen in de speeltuinen. Ook een oude kermisattractie hier op de Nederlandse kermis gereisd. Deze Rudy die Vampire is een kinderfreefall. Hij heeft eerder in Duitsland gereisd aan de Bloom. En later naar Nederland verkocht en uiteindelijk hier in de Valkenier beland. Dan staat er nog een hege Butterfly. Volgens sommigen is dit de derde achtbaan, maar ja, ik vind het nog steeds een achtbaan. Hoor. En dan lopen we terug richting de ingang, want dit is echt het rustigste gedeelte van het park zo. En je hebt eigenlijk alleen maar grofweg de glijbaan, de Rocking Tuck, Freefall en dan de vliegende schatkist zoals die hier heet, geloof ik. Op dit deel van het park is er een stuk minder dan aan de andere kant. Nou, hier is de ingang van de waterfietsen. We zijn het hele parkje rond, dames en heren. Zo zijn we ook aan het einde gekomen van onze review. Hey, maar dat is wel leuk als je park verlaat krijg je nog een lolly. Hey, dat is wel leuk, ik heb nog niet eerder gezien. En dit was de Valkenier voor vandaag, dames en heren. En ik moet zeggen, ik vind het een leuk parkje. Ik kan me kostelijk vermaken in grote pretparken, maar van dit soort kleine parkjes kan ik ook nog steeds genieten, hoor, kan ik je zeggen. Met name zo surfing, ook al draait hij niet zo hard, toch leuk om zo'n mooie oude kermisattractie nog eens een keer terug te zien. Ik heb trouwens ook een diefstalletje gepleegd. Kijk, dit zijn vrijkaartjes. Ik heb een stapeltje meegejat. Dat zijn er heel veel. Volgens mij een stuk of 30.
Dus ja, ik geef vrijkaarten weg voor de Valkenier, jongens. Dus ja, ik zou zeggen, laat even een comment achter hier. En dan doe ik een kleine prijsvraag eraan vast. Wanneer opende de Valkenier? Dat is de prijsvraag. Als je dat antwoord hier in de comment zet en dat antwoord is goed, maak jij kans op een vrijkaartje. En ik schrijf de mensen dan zelf aan ja, wie die kaartjes gewonnen heeft en niet. Leek me wel lachen. Stof niet, jongens. Hè? Kun je ook een keertje naar de Valkenier als je het leuk vindt. Nou, ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Deel een like als je hem leuk vond. We zien elkaar de volgende keer weer. Misschien weer bij een pretpark. Anderzijds op een kermis of bij een rodebaan. Terwijl ook hier in Valkenburg. Of in een zwembad, of weet ik veel wat. Tot de volgende keer. En trouwens, voor die mensen die echt denken dat ik gestolen heb. Nee, ik heb ze gekregen.